Ja, we zijn hier vanmiddag op de wekelijkse voetbaltraining van PEC Kicks Ass. Dat is een speciale voetbaltraining voor kinderen met autisme. Dat doen we nu ongeveer 2 jaar. Wij zijn aangemerkt als maatschappelijk project. En we krijgen daarvoor een bijdrage vanuit de Eredivisie Vriendenloterij. Dus met dit bedrag kunnen we vandaag juist iets speciaals doen. En alle kinderen hebben zojuist een nieuw wedstrijdtenue gekregen van PEC Zwolle. We hebben even net wat shirtjes uitgedeeld. Ze krijgen nieuwe tenuutjes. Nou, hebben ze meer dan verdiend. En wat ik zeg, ik heb vooral wel zin om met die jongens straks even een balletje te trappen. Wat vind je ervan? Hoe zit hij? Ja, ik vind hem lekker zitten. Ja, goeie goal. Nou, het blijkt dat kinderen met autisme vaak op een reguliere voetbalclub, hè, gewoon bij hun plaatselijke amateurclub, dat het daar gewoon door hun autismestoornis vaak misloopt, doordat ze te veel prikkels krijgen. Een trainer niet altijd weet hoe die dan in de groep met zo'n kind om moet gaan. En dat leidt heel vaak tot teleurstellingen, zodat de jongens stoppen met voetbal, terwijl ze eigenlijk voetballen hartstikke leuk vinden. Nou, en daarom hebben we deze groep in het leven geroepen. Zodat ze toch lekker kunnen voetballen, weer leren hoe ze met elkaar samenspelen. En het uiteindelijke doel is dat ze door de training die ze hier krijgen, toch weer voldoende bagage krijgen om weer door te stromen naar de reguliere amateurclub. Als je zoals in dit geval jongens die weet je, er buiten de boot vallen op een eigen sportclub, die dan op zo'n manier nog kunnen sporten, nou, een mooi spelletje kunnen bedrijven, voetbal. Ja, dat is denk ik alleen maar een pre. En ik denk dat het die jongens ook met name weer stimuleert om dan uiteindelijk wel weer bij een echte sportclub te komen. Hey, en vertel eens even, wat is er zo leuk aan PEC Kicks Ass? Nou, er komen wel eens PEC-spelers. En ja, het is gewoon leuk om te voetballen. En wat voor oefeningen doen jullie nou op zo'n middag? Dat ligt eraan, maar vaak doen we gewoon schieten en afmaken gewoon.